Hoi, welkom bij een nieuwe video van het Leerkanaal. Vandaag ga ik de staartdeling aan jullie uitleggen. Laten we snel beginnen. We gaan het getal 783 delen door het cijfer 3. Nou, hoe ga je dat aanpakken met een staartdeling? Nou, het te delen getal staat altijd in het midden. Dan zet je links en rechts een schuin streepje en hier zet je het deelgetal. En we gaan kijken hoe vaak past 3 in het getal 783. En dan beginnen we met het eerste cijfer. Dat is een 7. Hoe vaak past 3 in 7? Dat kan 2 keer. Dan heb ik er 6 en hou ik er eentje over. Nou, hoe vaak past 3 in 1? Dat kan niet. Dus ga ik naar het volgende cijfer. 8. Hoe vaak past 3 in 18? Dat is 6 keer en die 6 schrijf je dan hierbij. 18 is de uitkomst, hou ik er 0 over. Nou, hoe vaak past 3 in 0? Dat kan niet, dus ik ga weer naar het volgende cijfer. Dat is ook een 3. Nou, hoe vaak past 3 in 3? Precies 1 keer. Dat is 3, hou ik niets over. Dus de uitkomst van deze som is 261. Dat is eigenlijk best makkelijk zo. Laten we nog eentje doen. We gaan 625 delen door 5. We kijken weer naar het eerste cijfertje. Hoe vaak past de 5 in de 6? Dat is 1 keer. 1 keer 5 is 5. Dan hou ik dus eentje over. Nou, ik moet 1 verdelen over 5. Dat kan niet. Dus haal ik het volgende cijfertje naar beneden. Dat is 12. Nou, 2 keer 5, dat is 10. Dat past dus. 3 keer 5 is 15. Dat is te veel. Je moet altijd onder dit getal blijven. Dus ik pak 2 keer. Dat is 10. Hou ik er 2 over. Nou, die kan ik ook niet met elkaar delen. Dus ik ga het volgende cijfertje naar beneden halen. En dan komt er te staan 25. Hoe vaak past 5 in 25? Nou, 5 keer. Dat is 25. Hou ik niks over. Dus de uitkomst in dit geval is 125. Nou, let goed op. Ik maak het steeds een beetje moeilijker. We gaan namelijk deze som oplossen. 512 delen door 8. Ik heb je gezegd, je moet altijd naar het eerste cijfer kijken. Maar deze twee cijfers kan ik niet met elkaar delen. In dat geval kijk je naar de eerste twee cijfers. Dat wordt dus het getal 51. Hoe vaak past 8 in 51? Nou, bij 6 keer 8 kom ik uit op 48. Dan zit ik er net iets onder, dus dan hou ik er 3 over. Dat is prima. Nou, 3 kan ik niet verdelen over 8, dus ik haal het volgende cijfer naar beneden. Dat is 32. Hoe vaak past 8 in 32? Nou, dus je moet wel je tafels kennen natuurlijk. Dat is 4 keer. En dan is dit dus de uitkomst. Oké. Een nog groter getal. Dat is een heel interessante. Blijf goed kijken. We kijken altijd eerst naar het eerste cijfer. Nou, dat kunnen we niet met elkaar delen. Dus we kijken naar de eerste twee cijfers. Dat is 24. Hoe vaak past 3 in 24? Dat is 8 keer. Die schrijf je hierop. Dit is de uitkomst en hou ik 0 over. Ik kan 0 niet verdelen over 3, dus ik haal het volgende cijfertje naar beneden. Dat is een 1. Ai, ik heb er 1 staan en dat moet ik verdelen over 3. Dat kan helemaal niet, dat kan 0 keer. Ik heb hier een cijfer naar beneden gehaald en elke keer als je dat doet, moet je hier iets opschrijven. Nou, ik kan dit niet verdelen, dus dan schrijf ik hier een 0 op. En daarna kan ik het volgende cijfer naar beneden halen. Nou staat er 18. Nou, dat kan prima. Dat is namelijk 6 keer 3. Dat is 18. Daar hou ik niks over. Dus dan is 806 de uitkomst. Je ziet deze een beetje lastiger, maar kijk goed mee. Een nog groter getal met 0 erin. Dat is ook altijd een lastige. We gaan 37.500 verdelen over 5. Nou, we kijken weer naar het eerste cijfertje. Dat gaat niet lukken. Dus pak ik het volgende cijfertje erbij, komt er het getal 37. Hoe vaak past 5 in 37? Nou, 6 keer 5 is 30, 7 keer 5 is 35. Nou, dat lijkt me een goede. 7 keer 5, 35, hou ik er 2 over. Nou, 2 kan ik niet verdelen over 5, dus ik ga eentje naar beneden halen. Dan komt er te staan 25. Nou, kan ik dat verdelen over 5? Ja, dat is 5 keer. Dan hou ik ook niets over. Een 0. Ik heb niets te delen, dus ik ga het volgende cijfertje naar beneden halen. maar we hebben een probleem. Er staat nou eigenlijk nog steeds 0. Nou, elke keer als jij hier een cijfer naar beneden haalt, moet je hier iets opschrijven. Nou, hoe vaak kan ik dit verdelen over 5? Ja, dat kan nu niet, dat is 0 keer. Dus je schrijft een 0 op. Nou, zodra je hier iets hebt opgeschreven, mag je het volgende cijfer naar beneden halen. Dat doe ik nou weer. Er staat eigenlijk nog steeds 0. Dus dan schrijf je hier ook een 0 op. En dan is dit dus ook de uitkomst. Nou, kan wel kloppen, hè? 5 keer 7500 is 37.500. Oké, nou gaan we een staartdeling doen met rest. We gaan kijken naar het eerste cijfertje. Hoe vaak past de 2 in de 4? Dat kan 2 keer. Daar hou ik ook niets over. Dus ik ga het volgende cijfertje naar beneden halen. Nou, hoe vaak past 2 in 5? Dat is ook 2 keer. Dat is 4 en dan hou ik er eentje over. Nou, 1 kan ik niet verdelen over 2, dus ik haal het volgende cijfertje naar beneden, dat is 13. Nou, 6 keer 2 is 12, dat is prima, dat zit eronder. 7 keer 2 is 14, maar dan zit ik erboven en dat mag nooit. Je kunt nooit meer verdelen als dat je te verdelen hebt. Dus ik moet het doen met 6. 6 keer 2 is, zoals jullie weten, 12. En dan hou ik er eentje over. 1 kan ik niet verdelen over 2, maar ik heb hier ook geen cijfers meer die ik naar beneden kan halen. Dus dan blijft dit over als rest. Dus de uitkomst is 226, rest 1. Nou gaan we staartdeling doen met een grote deler. Kijk maar, we delen niet meer door 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10. Nee, we gaan met grotere getallen werken. We kijken naar de eerste 2 cijfers. Dat is het getal 25. Hoe vaak past 18 in 25? Nou, dat kan volgens mij maar 1 keer. Dus die schrijf ik eronder. Dan haal ik netjes van elkaar af en dan hou ik 7 over. 7 verdelen over 18, dat kan niet. Dus, inderdaad, ik haal er 2 naar beneden en dan komt er het getal 72 te staan. Ja, en de tafel van 18, die zal niet, denk ik, in je geheugen gegrift staan. Dus wat doe je dan? Je pakt een klappapiertje en je gaat een paar rekensommetjes maken. Hoe vaak past 18 in 72? Nou, ik schat dat dat 4 keer kan en ik ga kijken of dat klopt. 4 keer 8, dat is 32. Je schrijft de 2 op en de 3 even onthouden. 4 keer 1 is 4, plus 3 is 7. Hey, kijk eens aan. Ik heb een bingo. Dus 4 keer 18 is 72. Dus ik schrijf hier een 4 op. En hier de 72. En hou ik niets over. En dan is dit dus de uitkomst. Ik wil jou bedanken voor het kijken en tot de volgende video van het Leerkanaal.